morgen. Ontbijtje is havermoutpap en daarbij een kopje verse gemberthee. Het is zaterdag, eventjes over 9. Sven is aan het werk, dus die moest al vroeg op. Die had om 7 uur al de wekker staan. Ik heb nog heel even vlogjes gekeken in bed en nu ga ik sporten. Ik heb deze broek weer eens aan. Ik ben echt verliefd op deze broek. Die is van Reebok, maar van al heel tijd geleden. Nu nog mijn sneakerwear, dus strak mijn sportschoenen, mijn Under Armour vestje en hieronder een zwart Nike topje. Ik ga sporten en ik ga eerst Rashida ophalen. Voor mijn gevoel is het al heel lang geleden dat ik met haar gesport heb. Dus ik heb er wel zin in om weer even samen te sporten. Rashida! Rashida heeft mijn prullenbak uit mijn auto gevist. Kijk, we zitten gewoon in de auto allemaal. Niet van één dag, hè? Dankjewel. Nee, dus niet van één dag, nee. Ik ben echt zo'n luiwam, dus die nooit de auto leegt. Maar je ziet er weer leuk uit. Hè? Ja, all black met white. White and black. Wat ga je trainen? Boven. Bovenlichaam? Ja. Oh, ik benen. We trainen echt bijna nooit hetzelfde. Nee. It's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you, walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. Ik ben weer thuis en dit is mijn after workout snack. Een smart bar in de smaak chocolate peanut en daarbij druifjes. Oké, dit is dus echt drama. Je weet dat je niet op de bank moet gaan liggen na het sporten. Als je nog wat wilt doen. En dat heb ik wel gedaan. Dus ik ga nu dit stukje serieus opnemen om mezelf te beloven om van de bank af te komen. Want ik zeg tegen jullie, ik kom van de bank af. En ik ga nu eventjes afwassen en de was opvouwen en de nieuwe was ophangen. En dat wil ik nu doen, want ik heb in principe een vrije zaterdag. Maar ik wil nog even naar de Primark. En het lijkt me echt hel om 3 uur 's middags op zaterdag naar de Primark te gaan. Dus ik wil daar eigenlijk zo snel mogelijk heen. Dan zeg je misschien, waarom doe je dat nu niet eerst? Nee, ik wil eerst gewoon de dingen gedaan hebben die niet leuk zijn en die ik moet doen. Snap je het nog? Nou, ik ga eerst de afwas en de was doen. Eventjes bewijs dat ik het ook echt gedaan heb. Het heeft me echt maar 10 minuutjes gekost. Dus als jij nu ook wat moet doen wat je eigenlijk aan het uitstellen bent, ga het gewoon doen, want het is zo klaar. Nu de afwas. Dan nu even douchen. Ik ben klaar. Mijn outfit is mijn Unicorn Fanclub shirt. Die is van de H&M. Die kocht ik een hele tijd terug in de uitverkoop. Echt voor 3 euro of zo. Oh, dat is mijn telefoon. En ik vond hem heel erg grappig. Deze broek, die kennen jullie vast ook wel. Die is van de Bershka. Die is zo lekker wijd. En mijn schoentjes, die kocht ik in Antwerpen. Ook een heel aantal vlogs geleden kon je dat zien. Ik ben dus klaar en ik ga zo naar de Primark. Maar ik ga jullie eerst eens even uitleggen wat ik daar ga doen. Want dat is echt het stomste verhaal dat je ooit kunt verzinnen. Maar wij gaan morgen naar het KLM Open. En voor de mensen die het niet weten, dat is de grootste golfwedstrijd, zeg maar, die er in Nederland is. En eigenlijk alle mensen die daarheen gaan, die zijn golfers. Dus die hebben golfschoenen aan. Want je gaat misschien gaan we meelopen en dan loop je dus echt ongeveer 10 kilometer door het gras en zo. Dan kun je A, nat worden en B, je schoenen worden natuurlijk gigantisch vies. En je moet er lang op kunnen lopen. Ik dacht, ik ben natuurlijk geen golfer, ik golf niet, dus ik heb ook geen golfschoenen. Dus ik dacht echt, wat voor schoenen ga ik in hemelsnaam aandoen? Normaal gesproken, weet je, ga ik meestal in de zomer kijken bij Sven of zo. En dan heb ik wel schoentjes, maar nu gaan ze ook echt vies worden. En ik vind het dan echt zonde om bijvoorbeeld mijn sneaker wedges aan te doen, want ze worden gewoon heel erg vies. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken bij de Primark of ze daar goedkope schoentjes hebben die vies kunnen worden en die ik dus morgen aan kan doen, waar ik ook lang op kan lopen. Dus dat wordt de missie. Oké, daar gaan we. Maar volgens mij is mijn missie om de drukte te vermijden een beetje mislukt. Kijk, deze zouden op zich perfect zijn, want ik vind ze wel leuk en maar 7 euro. Ze zijn afgeprijsd.
Maar ze zijn helemaal wit en je hebt ze ook wel in het zwart, maar dan hebben ze alsnog een witte zool. En dit wordt natuurlijk gigantisch vies. Oké, op het moment is dit de twijfel. Ik vind deze veel gaver, maar die hebben een witte rand, dus dat is niet zo handig met de blubber. Deze, ja, ik vind ze gewoon niet zo heel erg mooi. En ik vind dit roze dingetje zo raar. Ik weet niet of ik die eraf zou kunnen halen, maar deze vind ik in ieder geval veel toffer. En ze zitten ook nog lekkerder, ook niet onbelangrijk. Het kon natuurlijk niet goed gaan, alleen voor de schoenen naar de Primark. Ik heb dit basic shirtje. Ik vind hem een klein beetje strak zitten. Dit is een 38, maar ik denk dat ik hem in een 40 ga meenemen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Hij is wat korter, maar dat is perfect voor in zo'n high-waisted broek. Oh, en deze broek, jongens. Ik vind hem echt leuk. Echt leuk. Kun je de achterkant een beetje zien? Ja. Oh, ik moet ook gewoon niet voor kleding gaan kijken als ik niks wil kopen. En dit shirtje, dit kleurtje vond ik wel heel leuk. Hij is wel best wel basic. Maar bij zo'n broek vind ik het wel weer leuk. Twijfel. Hij heeft een iets hogere nek dan die ik net aan had. En deze trui. Hij is wel grappig. Vind ik. Vind die mouwen ook wel leuk. Twijfel. Is wel lekker voor in de winter. Ik heb niet zoveel dikke kleding. Jullie zien het wel thuis. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb eerst maar even eten gemaakt, want ik had inmiddels best wel trek. Ik heb pannenkoekjes gemaakt. Oh, ik ben zo gek van deze pannenkoekjes. Het zijn eiwitpannenkoekjes met 120 ml vloeibaar eiwit, 70 ml melk en 30 gram havermout. En die belegd. Eentje met jam, halve jam. Eentje met pindakaas en sambal natuurlijk. En eentje met appel, geitenkaas en een beetje koek- en speculaaskruiden. Oh, ik zou echt niet weten wat ik zonder die kruiden zou moeten. Oké, en dan ga ik je toch echt laten zien wat ik uiteindelijk heb gekocht bij de Primark. Sorry dat het licht een beetje van die kant komt, want het is niet zo'n mooie setting als dat ik normaal heb in mijn echte shoplog video's. Maar goed, ik heb uiteindelijk deze schoenen gekocht voor de golfkijkschoenen. Deze zal ik dus morgen gaan aandoen. Ze lopen denk ik lekker. Ze hebben een goede dikke zool. Wel wat wit, dus ze gaan wel vies worden, maar goed. Maar toen was ik dus aan het kijken op de schoenenafdeling en toen zag ik dat ze de slippers in de uitverkoop hadden. En wij gaan in oktober, eind oktober nog op vakantie. En ik zag, serieus jongens, dit is echt te slecht. Ik zag drie paar die ik super leuk vond. En ze waren allemaal afgeprijsd. Allereerst deze zilveren slippertjes. En ik vind het altijd zo fijn als slippers zo'n achterkant hebben. En die kon ik vorig jaar niet vinden. Dus vorig jaar heb ik die niet gekocht. Dus ik had alleen maar slippers, zeg maar, zonder achterkant. En toen zag ik deze. Ze waren serieus afgeprijsd naar 1 euro. 1 euro. Echt prima. Ze hebben hier nog een beetje een sparkly randje. Verder zijn ze helemaal zilver. Ik vond ze super cute. Maar toen zag ik slippers die ik al had. Deze, die hebben jullie vast vorig jaar. Die had ik vorig jaar in twee verschillende kleuren. Zitten super fijn, maar dit kleurtje vond ik ook zo leuk. En deze waren nu 2 euro. Dus ja, die vond ik ook leuk. Heb ik ook meegenomen. Maar toen zag ik deze schattige, uber glitterige. Ik weet het, ja, je kan het wel zien. Ze zijn echt super glitterig. En ze hebben ook weer een bandje die je kunt vastmaken om je enkel. Waardoor je er dus makkelijker op kan lopen dan zonder bandje. Deze waren afgeprijsd voor 3 euro. Ik kon echt niet kiezen tussen deze drie. Ik dacht, hoeveel slippers kan een vrouw nodig hebben? Maar ik word er gelukkig van. Dus ik heb ze alle drie genomen. Dan heb ik die zwarte broek gekocht. Die jullie ook al zagen in het pashokje. Ik ben er echt, ik vond hem super fijn. Super mooi staan. Hij heeft zo'n riem, zeg maar, eraan. Ik vond hem echt heel erg leuk. Die was 19 euro. Ik heb hem ook in het groen gekocht. Ik kon echt niet kiezen of zwart of groen. Ja, ik kon niet kiezen. I'm a sucker. I know. Maar ik heb het allebei gekocht. En ik heb dus basic shirtjes gekocht. Deze uiteindelijk. Dit kleurtje vond ik heel leuk. Ik ben voor een maat 40 gegaan. Omdat ik die andere toch nog wat strak vond. En deze heeft dus een lagere hals. Deze heeft een wat hogere hals. Hier heb ik wel een 38 van genomen. En deze waren allebei 8 euro. En dan tenslotte heb ik gekocht. Wacht, ik ga hem even uit de verpakking halen. Kijk nou jongens. Het is Chip, oftewel Bastje. Het kopje van Belle en het Beest. En ik werd hier zo gelukkig van dat ik hem zag. Ik had hem al gezien bij Amerikaanse YouTubers. En ik vind dit zo leuk. Hij was 6 euro.
Ik vind het veel te duur, zeg maar, voor zeker voor Primark begrip. En ik zou het ook normaal gesproken niet uitgeven aan een kopje. Maar deze, jongens, ik werd er zo gelukkig van. Ik had echt zoiets van, ik heb deze kleding niet nodig. Ik ging eigenlijk alleen maar voor schoenen naar de Primark. Maar goed, uiteindelijk werk je er hard voor. Ik dacht, Marloes, treat yourself. Uiteindelijk geef je echt niet zo heel veel geld uit. Dus ik mocht het wel even een keertje doen van mezelf. Ondanks dat ik dus een tijdje terug, dat hebben jullie kunnen zien, al ben wezen shoppen. Maar ja, soms ga je nou eenmaal wat vaker. En nu is het weer even een tijdje over. Het is 7:15. Ik heb eten gemaakt. Ik heb een pangasiusfilet met kruiden en groenten. Spersieboontjes uit de diepvries met aubergine en tomaatjes. En daaroverheen een beetje sweet chili saus. Eet smakelijk! Ik heb lekker gechilled en heb me nu omgekleed. Ik heb een wit truitje aan en mijn nieuwe broek. Natuurlijk moet ik mijn nieuwe gelijk aan. En mijn zilveren schoentjes. En verder mijn haartjes eventjes gedaan. Beetje in de krul. Met zo'n föhnborstel doe ik het altijd. Ik ga namelijk vanavond... Ik ga er nog even lekker bij zitten, jongens. Ik ga namelijk vanavond naar de golfclub. Want daar is een soort feestborrelachtig iets. En daar gaat Sven ook wat leuks doen. Dus daar ga ik kijken samen met de ouders van Sven en de zus van Sven. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zij komen mij straks ophalen en dan gaan we samen die kant op. Oh, en ik heb een aantal van jullie beloofd dat ik nog eventjes zou toelichten waarom ik de afgelopen week niet had gesport. En je hebt misschien wat andere rare dingetjes voorbij zien komen in de vlogs. Dat komt omdat ik mijn ogen heb laten laseren. En ik moet eerlijk toegeven, eigenlijk wilde ik dat nog niet aan jullie vertellen. Omdat ik het ook gefilmd heb, maar die video's die komen pas over een hele tijd online. Maar ik dacht van ja, er kwamen zoveel vragen en ik kreeg ook opmerkingen van Marloes, is er wat met je? Je ziet er zo moe uit. Nee, ik heb gewoon echt 2 weken of 3 weken lang geen mascara gedragen. En daardoor zag ik er zo moe uit. Ik had gewoon geen make-up op. En dan heb je gewoon een heel andere blik. Maar ook op Instagram heb je bijvoorbeeld de afgelopen 3 weken alleen maar oude foto's gezien of foto's van mijn eten. Maar geen selfies. Pas van de afgelopen dagen heb je weer selfies kunnen terugzien. Dus als je heel scherp was geweest, had je het kunnen merken. En ik mocht dus eventjes niet keihard sporten, maar vanaf nu mocht ik wel weer wat doen, dus dat is fijn. Maar daar dus binnenkort veel meer over. Ga er nog geen vragen over stellen, want dat ga ik nog niet beantwoorden. Dat komt allemaal over een tijdje. Het gaat zo gebeuren hoor, jongens. Het gaat echt gebeuren. Het is zondagochtend, het is 8:30 en we zitten in de auto. Mijn outfit of the day is geworden... Oh, ik vond het zo moeilijk, jongens. Wat doe je aan naar een golfding waar je misschien heel ver gaat lopen, waar het misschien heel koud wordt, maar waar je misschien ook alleen maar binnen bent. Maar goed, kledingcrisis. Ik heb dit shirtje aan, een beetje met hoge nek en lange mouwen. En deze jas, die kennen jullie wel, gewoon een zwarte broek. En dus mijn nieuwe schoentjes. Ja hoor! Mijn golfkijkschoentjes van de Primark. Ik ben benieuwd hoeveel andere mensen op een KLM open op schoentjes van de Primark komen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het vet gisteren? Dat was leuk, hè? Ja, was echt cool. Vond je het leuk om te doen? Ja, was heel leuk. Mooi. Echt heel leuk. Mooi. Wij rijden nu naar een vriend van Sven toe en daarna gaan we met zijn auto verder. Kijk jongens, met wat voor auto we gaan. Dat is toch heel vervelend, of niet? Nou, we zijn er, jongens. Het is in Spijk, volgens mij vlak onder Utrecht of zo. Zoiets, ergens. We moeten eerst de hele reclamewereld door en Sven is echt thrilled over dit. Hè? Fantastisch. Ja, dit is het leukste gedeelte, hè? Zo'n IKEA-opstelling. Ja, je moet hier wel doorheen.
taco. Die niet echt een taco is, maar eigenlijk gewoon een wrap. Maar hij is wel heel lekker. Zo, wij zijn weer thuis. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Het was echt heel erg leuk. Het is nu 6 uur, dus we zijn nog best wel op tijd thuis ook. Ook heb mijn bandje nog om. We hadden dus VIP-kaarten via die vriend van Fran... Zo, ik kan ook niet meer praten. Via die vriend van Sven. En daardoor konden we ook, zeg maar, op die tribunes. Maar ik vond het echt leuk, ook als niet-golfer. Het is alleen al gewoon te kijken hoe een happening het daar is. En er lopen echt... Alle type mensen die je maar kan bedenken lopen daar rond. Ik weet dat het beeld van de gemiddelde golfer is dat het echt een kakkersport is. En natuurlijk, er lopen ook kakkers rond. Maar er lopen echt allemaal mensen van, zeg maar, gewoon allerlei mensen. Ik kom niet meer uit mijn woorden, ik ben moe. Maakt niet uit. Nu gaan we eten lekker bestellen. Want we hebben geen zin meer om naar de supermarkt te gaan en te koken. Dus we gaan lekker eten bestellen en chillen. Zo lekker. Ik heb een Turkse pizza besteld met falafel erin en een salade erbij. Oh, zin in. Oké, jongens, het is hard. Oké, jongens, het is 9:30. Deze nachtbrakers gaan maar eens naar bed. We gaan nog, denk ik, even wat leuks kijken of zo. En dan gaan we lekker slapen. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken van deze vlog. En Sven mag vandaag de afsluiter doen. Duimpjes omhoog. En nog meer? En abonneren. En abonneren, zo. En wat dan? En wel trusten. Wel trusten. Of goedemorgen. Of wat dan ook. En tot in de volgende vlog. Doei doei. Je zwaait buiten beeld.